Gert, zitten we hier goed voor houtduiven? Wat moet ik zeggen? Houtduiven, bosduiven, koolduiven? Het zijn houtduiven. Bosduiven en koolduiven en andere duiven wordt gebruikt in de volksmond. Ja, lokale benaming. Maar het gaat over diezelfde dikke duif. Maar dit is een goed biotoop voor die houtduiven. We zien daar op de achtergrond wat bomen. Ja. Daar gaan zij gebruik van maken om te gaan slapen. We hebben hier akkers waar zij hun voedsel kunnen gaan vinden. Dus dat is een ideaal biotoop voor houtduiven. Maar ze gaan wel degelijk het bos in om te gaan slapen? Ze slapen eigenlijk in het bos. Daar gaan zij hun nacht gaan doorbrengen. En wanneer het zeer koud is, dan gaan we zien dat daar hele troepen duiven eigenlijk gaan samenhokken. In het bos blijven zitten. In het bos blijven zitten. 'S nachts en overdag gaan zij in vluchten, in kladden, zoals men soms zegt in jagerstermen, gaan ze eigenlijk gaan fourageren in de omgeving. Nesten ze daar ook? Ze gaan ook nesten in die hoge bomen. Ja. Nu, er zitten ook al houtduiven in de verstedelijkte gebieden, dus daar gaan zij ook nest gaan maken. Dus het is niet noodzakelijk een bos, maar dat is wel het meest ideale. Origineel was dat. Ja. Er zijn er veel, geloof ik. Hè? Het is niet dat we... Houtduif is een soort die veelvuldig voorkomt in Vlaanderen en eigenlijk... Laten we zeggen, in heel Europa komt houtduif zeer veelvuldig voor. Met als gevolg dat die ook voor schade kan zorgen. Eigenlijk. Je bedoelt schade aan landbouwteelten. Aan gewassen en dergelijke. Ja. Ja. Ze gaan zeker de jonge plantjes, koolgewassen en jonge andere akkergewassen gaan ze eigenlijk gaan aanpikken. Met als gevolg dat de productiewaarden eigenlijk van die teelten gaan... Dus als we ons zinnen hebben gezet op een duifje, dan moeten wij ons zeker niet inhouden. Ik zou me zeker niet inhouden. Okay. Is dat hier dat zo'n beest... slaapplaatsjes voorzien? Ja. We komen hier de nacht doorbrengen. We zien daar in hier overal eigenlijk allemaal wat hogere bomen. Ja. Ideaal als slaapplaats voor die houtduiven. Aansluitend op die akkers die we er straks gezien hebben. Dus van hier gaan die feitelijk recht daar fourageren. Onmiddellijk gaan fourageren. Wakker worden en eten. Wanneer hebben die jong, zo'n duiven? Volgens de literatuur hebben de houtduiven, beginnen zij te jongen vanaf maart. Maar we hebben al gezien dat de houtduif ook in januari reeds met jongen kan zitten. Dus ze zitten eigenlijk het ganse jaar door met jongen. In die zin dat ze een ei gaan leggen. Ze zijn zeer slechte ouders en ze gaan dat niet zo goed verzorgen. En als het te koud is, dan gaat dat ei waarschijnlijk niet uitkomen. Of wel uitkomen en het jong zal gaan sterven. Dus ze gaan eigenlijk een snelle reproductie hebben. Gert, voordat we gaan koken, leg me er nog eens goed uit. Hè. Houtduif... Stadsduif. Ik wil echt geen stadsduif in de pot. Hoe zie ik het zo? Ja. Stadsduif is eigenlijk een verwilderde duif die ook de duivelmelker in zijn hok heeft zitten. Een blauwe geschelpte van een duivelmelker die in de stad vertrokken is. En die dan eigenlijk in de stad eigenlijk gaat gaan kweken. Ja. Een bosduif is een heel stuk groter. En typisch aan de bosduif die zijn eigenlijk de witte... Grote, dikke duiven. Zo. En wat zeg je? Twee witte plekken eigenlijk die nooit een ring vormen. Dat is typisch voor die duiven. En ook op de vleugels hebben ze twee dwarse witte strepen. Dus als we die vinden, die mogen de pot in. Dat zijn de goeie. Dat zijn zeker de goeie. Goed, we gaan de daad bij het woord voegen. Deze houtduiven die gaan we klaarmaken. En zoals we reeds uitvoerig in de natuur belicht hebben, dat is een... quasi een ecologische weldaad. Ik zou bijna durven zeggen, mensen, eet al eens een duif. Want er zijn er echt genoeg. Zo krijg je ze van uw poelier. Probeert die man echt zo ver te krijgen dat hem ze plukt. Want duivenpluimen is niet zo lollig. Maar wij gaan wel even laten zien hier hoe dat u er verder mee kan werken. Want, kijk, zijn mooie jonge duiven, goed in het vlees. De billen van een duif zijn tamelijk taai. Dus die gaan we apart prepareren, daar gaan we iets anders mee doen. Dus dat is heel simpel, dat is even achter de bil snijden. Even aan trekken, even kraken, hop, en het billetje is eraf. Andere kant, hetzelfde, even kraken, het billetje is eraf. Dan gaan we die, om die straks gemakkelijk te kunnen opeten en te kunnen stoven, klein villetje, kijk, hier in dit scharniertje geven we villetje in. Zo, en dan de duif zelf.
daar halen we de mooie stukjes vlees, de borststukjes, die halen we eraf. Hoe doen we dat? We snijden hier borstvlees, een duidelijke witte streep over het vlees van de duif. We maken een insnijding naast dat borstbeen en hier aan de achterkant zit een schuin beentje. Daar gaan we tegen met ons mes. Zo. We duwen dat even open en dan heb je niet meer te doen als die filet eruit te halen, duivenfilet, en dezelfde operatie aan de andere kant. En dan heb je perfect om te starten twee mooie duivenfilets. En je ziet zo'n duivenfilet, dat is echt een portie voor een volwassene, is dat zeker voldoende en dat is niet duur. Ik denk dat duif per portie ongeveer bij echt wild het goedkoopste wild is dat je in de handel kunt krijgen. Zo hebben we twee porties duif klaar om aan de preparatie te beginnen. Niet vergeten, niet weggooien. Nooit lichtzinnig dingen in de keuken weggooien. Als je er genoeg van bij elkaar hebt en als je die niet van één keer hebt, dat kun je nu eens gemakkelijk invriezen, vries die karkassen gewoon in. Als je zo'n stuk of 15, 20 bij elkaar hebt, even afkoken, terug opzetten, zachtjes laten trekken. Ik kan u verzekeren, zo'n karkas van duivenbouillon, dat is hartversterkend in alle zinnen van het woord. We hebben alles klaar liggen om aan ons duifjes te beginnen. We gaan gegrilde duivenborstjes maken met een paar plezante garnituurtjes die goed bij een grillade gaan. We gaan daar een lekker afsmakend sausje bij maken. En we gaan daar de aardappel voor grillades bij maken. Klassieker uit de Franse keuken, pompon neuf. Als je dat in kookboeken opzoekt, in Franse kookboeken, dan proberen de Fransen nu wijs te maken dat ze met de pompon neuf de friet hebben uitgevonden. Wij weten wie de friet heeft uitgevonden. Daar gaan we ons niet in moeien in dat debat. Wij hebben dat gedaan. Hoe doen we dan een pompon neuf? Je moet denken aan een dubbel friet. Pompon neuf is ongeveer 2,5 cm op 2,5 cm. Dus met andere woorden, je kunt correct een friet nooit in één keer afbakken, maar een pompon neuf zeker niet. Je moet die op voorhand garen. Dus pocheren, maar wel in de frituur. We halen daar de koppen af. We halen daar een beetje de zijkanten af. We snijden die een beetje bij. Als je correct zo'n friet wilt snijden, ook andere frieten, daar heb je altijd wel een beetje afval van. Maar dan heb je wel echt een gekalibreerde friet. Dus kijk, dat is een blokje. We gaan dat zo nog eens doordoen. Zo. En dan, dat herkennen, dan heb je echt die pompon neuf, die dikke friet, die, ik zal dat al eens even niet in uw gedachten brengen wat we ermee gaan doen, dat wordt op een bord zo klassiek gedresseerd. Wat we nu eerst gaan doen, is die pompon neuf even omspoelen en dan gaan we die pocheren in een zeer lage frituur. Ik spreek een frituur aan 150 graden, want die mag niet kleuren, die moet gaar worden. En daar hebben we toch 8, 9, 10 minuten voor nodig. We kunnen dat gewoon testen met de punt van de mesje. Daar gaan we nu eerst even aan beginnen. We hebben die gespoeld. Tippen die even af, dat we niet te veel water in onze frituur krijgen. Dat is zo'n stuk of 4. Als 6 per persoon voorzien, dat is zeker voldoende. Voilà, frituur aan 150 graden. Zachtjes laten inzakken. De eerste 5-6 minuten kan daar niks fout mee gaan. En al zorgen dat wat we van garnituren nodig hebben, dat dat er allemaal klaar vliegt, dat is wel plezant om te grillen. Zo'n hele grote champignon, 1 per persoon. We snijden dat steeltje even onder. Gaat erbij. We hebben tomaatjes. Zo'n gegrild tomaatje. Moeilijk te pellen. Als je een tomaat die je gaat grillen pelt, dan valt ze in stukken. Dus dat gaan we deze keer niet doen. Ik vind het anders wel nodig, maar deze keer niet. Gaan we van dit kaliber tomaat gaan we zorgen dat we een halve hebben. En we gaan daar toch altijd een recht kantje aan snijden. Dat is gemakkelijk als je die moet omdraaien op de grill. We hebben ontbijtspek erbij staan. Dat is feitelijk de 3 garnituren die we gaan geven. En dan gaan we ons sausje in gang steken. We gaan de richting van een béarnaise uit, maar we gaan dat wel een beetje verrijken. We gaan daar wel wat meer mee doen. Dus wat gaan we sowieso doen? We gaan boter smelten. Echte béarnaise wordt met boter gemaakt. We gaan zorgen dat we onze eitjes klaar hebben. We voorzien zo voor 4 à 6 personen voorzien we een eitje of 3. Alleen de dooiers natuurlijk. Een béarnaise
of dergelijke eiersausen, mousselinen en Hollandaise en dergelijke. Je kunt dat allemaal gaan afwegen. Eerlijk gezegd, maak dat eens een paar keer en dan moet je dat niet meer afwegen. Dan heb je dat gewoon in je vingers zitten. Voilà. Eierdoortjes staan klaar. Gaan we onze boter op het vuur zetten. Gaan we al zorgen dat we daar straks niet te veel tijd mee verliezen. We gaan ons tuinkruiden. We gaan ons niet houden. Daarom ook niet over béarnaise spreken, aan de klassieke béarnaise. We gaan gewoon een saus in die richting maken, wat men een eiersaus pleegt te noemen, maar dan met veel, laten we zeggen, vrij geprononceerd smakende tuinkruiden. Mag niet vergeten, zo'n duif, dat is tof, hè? Zo'n duif, dat is niet. Dat is aan geen kant te vergelijken met een kippenfilet of iets dergelijks. Dat smaakt echt naar wild, dat smaakt naar vlees. Dus die saus dan mag ook een beetje afsmaken. Dus we hebben hier een beetje salie, we hebben hier een beetje romarijn. We doen er toch nog een beetje estragon bij ook. We hebben lenteuitjes, daar gaan we straks ook eentje bij snijden. Zo. En dan gaan we hier al eens met mes door, dat dat klaar ligt. Dat we in één beweging die saus kunnen afwerken. Dat mag redelijk grof versneden zijn. Ik hou van structuur in sausen. Voor mij moet dat niet door een blender of door een speciaal apparaat ervoor. Zo. We gaan dat lenteuitje er nog bij doen. Hops. We houden een half oog op ons boter. Die mag gesmolten zijn en goed gesmolten zijn, maar die mag niet beginnen bruisen. Dat is de bedoeling. We gaan er nog een kleine wijziging aan toepassen. We gaan niet klassieke kruidenazijnen of dergelijke gebruiken. We gaan dat heel fris houden en we gaan dat aanzuren met een beetje citroen. Je kunt een kleine truc, hoekje eruit snijden, dan kun je daar probleemloos sap uitpersen. Dat mag redelijk wat zijn, maar dat is sowieso te weinig om je eiersaus op te slaan. Er moet nog meer vocht bij. Zuurten hebben we waarschijnlijk zoal genoeg. Dat gaan we straks rectificeren. We gaan er nu gewoon nog een beetje water bij doen. De klopper erbij. Boter is praktisch gesmolten. Het is van belang dat je die smeltprocedure van die boter goed in de hand hebt. Je gaat straks zien, als we die eiersaus gaan maken, waarom dat van belang is. Dat wijst zichzelf uit. Wat hebben we hier dus? We hebben onze drie eierdoortjes. Een beetje citroensap, een beetje water. We schuiven ons boter opzij. Die zal alleen wel voortsmelten zo. En we zetten dit op een gematigd vuur. Kijk, als je er nu echte problemen hebt en je eindigt in roereitoestanden, wat niet de bedoeling is. De bedoeling is niet dat er gebakken ei van onder aan je pan kleeft. Dan kun je dat in een bain-marie doen. Het is iets omslachtiger, maar het kan. Tot zeggen, correcte. Dus ik proef hoe ver we met het opslaan van de eieren staan. Als je iets moet doen aan zo'n saus, haalt die van het vuur weg. Want je kan bij wijze van spreken aanbakken terwijl je aan het zeggen bent. Gevoel dus met je vinger erin. Eieren gaan pakken, eierdooiers gaan pakken. Ik wil zeggen, die gaan hun bindkracht afgeven rond de 60 graden. 60 graden voelt aan uw vinger vrij warm aan. Kijk, daar zit dikte in, dat is gebonden. Je kunt daar met je klopper strepen op de bodem trekken. Dat is feitelijk de bedoeling. Strepen op de bodem, maar geen aangebakken ei. Dus, onze eitjes zijn opgeklopt. We houden die van het vuur weg. We halen er onze boter bij. Er zit een klein beetje schuim van boven op de boter. Dat mag eraf. Je zult ook zien, er zijn drie elementen feitelijk. Je hebt een beetje schuim bovenop de boter. Dan heb je de gesmolten boter zelf. En dan zit er van onder nog zo'n witachtige substantie in. Dat noemen ze de petit lait of de wei. Wei met EI. We zitten hier alleen met de gesmolten boter zelf en met onze opgeklopte eieren. Hè. We gieten daar een beetje bij. En dan is het principe van de mayonaise. He, dus de eieren geven de binding aan de vetstof. Waarom nu zo omzichtig? Die wei, die petit lait, het nat van de boter feitelijk, dat is water, dat is geen vet. Dat is een liquide vloeistof. En dat maakt uw eiersaus dunner. We hebben de boter er praktisch allemaal ingegoten. Voordat we die wei er gaan bijdoen, of een beetje ervan gaan bijdoen, proeven we dat eens even af. Voor de zuurte. Want als we nog citroen moeten bijdoen, wordt het terug dunner. Er is genoeg citroen in.
En ze mag een beetje dunner. Dat is heel gemakkelijk. Dan doen we er van die wijf, van die petit lait, een klein beetje bij. Kijk, béarnaise wordt zo dunner. Voilà. Die is mooi consistent. We doen daar een beetje zout bij. We doen er een beetje peper bij. We doen er ons tuinkruiden bij. En we hebben feitelijk een soort zeer geprononceerde, krachtige eiersaus met veel tuinkruiden die het uitstekend gaat doen bij de duivenborstjes. Kijken naar onze pomponnef. Die zijn helemaal gaar. Die gaan we eruit halen en dan gaan we ondertussen ons frituur al op afbaktemperatuur zetten, op 170 graden. Dan hebben we die strak maar even erin te duwen en ze zijn klaar. Dan gaan we zorgen voor ons duivenborstjes. We hebben een grillpan, flink laten doorwarmen. Olijfolie om ons duivenborstjes even met in te olieën. Champignon, een beetje inolie en tomaatje. En op beide een beetje zout doen. Zo. Spek doen we laatst. Dat is even op en af, dat is de moeite niet. Duivenborstjes gaan we eerst met de binnenkant, dus met de vleeskant, op de grill leggen. Zodanig dat we ze kunnen afbakken op de velkant. Kijk, dat is... Dat is echt een stekje, hè? Dat is echt van op maat. Dit is perfect voor twee personen. Ik zou dat tussen signaal en appel ergen. Dat is feitelijk ideaal. Even uitleggen met die billetjes wat we daarmee kunnen doen. Maar dat duurt langer. Dat is feitelijk iets dat je moet zeggen. Dat doe ik dus gelijk dat we die borsten maken ook. Wat ik gewoonlijk doe, als ik zo'n billetjes over heb, ik hou die ook bij. Als dat nodig is, vrees ik die eventueel even in. En als ik er dan genoeg bij elkaar heb, dan bak ik die even aan. Ik doe er een klein beetje bouillon op en ik stoof die. Drie kwartier, een uurtje, dat die volledig gaar zijn. Als die gaar zijn, doe ik er nog een beetje estragon bij. En dan serveer ik die terug opgewarmd bij mijn duivenborstjes. Terwijl ik eens aan gaan kijken wat de andere kant van het verhaal geeft hier op de grill. Voilà. Schoon streepjes in de tomaat en in de champignon. De duivenborstjes, voilà, inderdaad, die beginnen ook al een roostertje te krijgen. Kijk, je ziet waar we naartoe willen, hè. Dat is feitelijk een heel mooi, handig, klein stukje vlees. Gegrild, hè. Al de dingen die we hier nu gedaan hebben, dat kun je op voorhand doen, hè. Dat kun je allemaal klaarzetten. Dat klaarmaken zelf, dat is een kwestie van 10, 15 minuten en je bent rond. Dus nu ook weer. We gaan dat nog even aan deze kant laten liggen. We gaan dat nog 4, 5 minuutjes geven. Terug eens omdraaien. En dan denk ik dat wij bijna zover zijn. Béarnaise houden we lauw aan de kant. Goed. Dat ze niet te warm wordt, want dan schift ze. Ondertussen even kijken. Voilà, perfect. Hè. Die zijn schoon ingebrand aan die kant. Dat is hetgeen dat we moesten hebben. De champignon van hetzelfde. Dan gaan we een paar stukjes spek er nog bij leggen. Om onze klassieke grillgarnituur compleet te maken. En dan gaan we stilletjes aan denken aan zo'n gerechtje op een bord te zetten. We halen er zo'n duivenborstje uit. We gaan daar even een sneetje in geven. Dat presenteert dat mooier. Dus met het velkantje naar boven. En kijk. Dat gaan we doen. Niet meer dan dat. Kijk, zo is dat. Ah ja. Iedereen bakt dat zoals hij graag wil, maar voor mij is dat perfect. Dat is mooi rosé, maar niet rood, rood, rood. We leggen er onze champignon bij. We leggen er ons tomaatje bij. We hebben onze spekjes erbij. Voor de béarnaise gaan we naar wat ze in vaktermen noemen ondernaperen. Dus we leggen een beetje béarnaise op de plaats waar we die filets willen hebben. En dan gaan we die filets erop leggen, maar zodanig dat je echt mooi die duif ziet. Ik heb zo'n
bakseltje van billen had ik er op voorhand gemaakt. Die gaan we er ook bij leggen. Dat is dus gewoon de billetjes gaar gestoofd. Die hebben veel meer tijd nodig dan die borststukken. En die zijn niet lekker als die gegrild worden. Die zijn nu gestoofd met wat tuinkruiden bij de estragon. En dan is gewoon zo een sec erbij gelegd. Onze pompoenhefs, ja, die zijn klaar. Een beetje zout erbij. Kijk. En dan hebben we duivenstekjes, gegrilde duivenstekjes met frietjes en béarnaise. Zo simpel en zo eenvoudig kan het leven zijn.